Dit was een Italiaanse zege, Sandro. Ja, we hebben er hard voor gestreden. Ik weet ook niet of het heel verdiend was, maar het is wel lekker dat we hier winnen. Ja, probeer eens antwoord te geven op die vraag. Was het verdiend? Als je naar de kansen kijkt, denk ik niet. Ik denk dat zij de... Ze hebben ook niet heel veel kansen gehad. Een keertje 1-1 in de eerste helft. Wij hebben ook niet echt veel uitgespeelde kansen gehad. Dus ja, misschien... Ik denk dat Cambuur misschien net wat meer kansen heeft gehad. Maar ja, het maakt het niet minder lekker. Met name in de eerste helft aanvallend weinig van jullie gezien. Terwijl jullie eigenlijk ook wel veel balbezit hadden. Verraste mij. Ja, maar die counter wisten dat er veel ruimte was. Maar we speelden het niet heel goed uit. Een paar keer schoten van 1,25 meter. Want ik dacht van ja, ik kan het beter nog even doorvoetballen. Maar ja, dat moet wel beter van de keer natuurlijk. Tweede helft spelen jullie iets anders. Hè? Net als vorige week met twee centrale aanvallers. Dan is Boeren ook meer in zijn element, hè? Ja, dat weet ik. Ik vond hem sowieso vrij sterk vandaag. Ook de eerste helft aan de bal. Dat kwam goed tussen de linies, vond ik. Ik weet niet of je dat lekker vindt. Dan moet je aan hem vragen. Geen idee. Hoe speelde je zelf? Want volgens mij is dat wel een aardig duo aan het worden, Bijen en Schenk. Jullie geven in ieder geval centraal weinig weg. Ja, ik denk dat ik wel een aardig pot speelde. Verdedigend vooral. Aan de bal eerst hadden we ook wel. Tweede helft heb ik weinig ballen gehad, denk ik. Maar ja, we stonden goed, absoluut. Ja, meteen het eerste wel kom je er stevig in. En dan zie ik een van pijn vertrokken gezicht. Maar dat had met name met kunstgras te maken, hè? Ja, dat was... je glijdt op de kunstgras, dan heb je gewoon een soort van brandwond op je knie. En dat deed even pijn, maar dat is niks ernstigs. Dus vanavond wel even vast aan de lakens, maar voor de rest valt het mee? Ja, valt mee, klopt. Ja, dat doet pijn s'nachts altijd, maar verpleistertje op en dan is klaar. Is dit nou een wedstrijd die je gewoon snel moet vergeten? Punten mee in de bus en lekker naar die ranglijst kijken, want Go Ahead Den Bosch is ook nog eens 0-0 geworden. Snel vergeten. Ik denk dat de camera het best een lastige uitwedstrijd is. Dus het is best knap dat we hier winnen, laten we eerlijk zijn. Dus snel vergeten niet. We hebben er 0 gehouden, dat is ook wel netjes. Snel vergeten absoluut niet, denk ik. Hoe ga jij nu het jaar uit? Want je leek toch weinig speelminuten te gaan maken. Maar nu staan er toch al 2 wedstrijden op een rij. Nou ja, dat heb ik vorige keer ook nog steeds heb ik te weinig gespeeld. Dat is duidelijk. Ik ben blij dat ik me nu kan laten zien. En blij dat het ook vrij goed gaat meteen. Dat is natuurlijk wel lekker. En dan gaan we zien wat gaat gebeuren.